Wolkenvelden en zon wisselen elkaar vandaag af. Het is droog en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind begint de meteorologische zomer koel met 15 à 16 graden maximaal. Dit is het TV West Nieuws van maandag 1 juni. Ik ben Frank van Deutenkom. Goedemorgen. De automobilist die zondagochtend in het riet langs de A12 bij Zoetermeer belandde, had 3 keer meer gedronken dan is toegestaan. Het is een 27-jarige man uit Den Bosch, meldt de politie. De man raakte zondagochtend vroeg van de weg en kwam in het riet terecht. Zijn auto is flink beschadigd en moest worden weggetakeld. De 32-jarige bijrijder uit Den Bosch is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder krijgt een boete voor rijden onder invloed. Satéetjes, gado gado, spekkoek. Voor lekker Indisch eten moet je op dit moment vaak op de tongtong ver zijn, op het Haagse Malieveld. Maar er kan natuurlijk ook best iets misgaan met dat eten. En daarom bracht de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dit weekend een bezoek aan het evenement. Goedemiddag. Hi. Ik ben van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ik kom voor een controle. Onaangekondigd brengt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een bezoek aan de tongtong ver in Den Haag. Er wordt gekeken of het eten wel op de juiste manier bewaard wordt. Even de temperatuur meten. Dat doen we nu met een infrarood. Dat geeft een indicatie van de temperatuur. Hij geeft 1,8 aan. Dus dat is voor mij gewoon de reden om te denken van dit is allemaal koud genoeg. En als het eten niet goed is, dan kan het zijn dat we een maatregel moeten nemen. Dat noemen we dan een passende maatregel. Dat kan het zijn in de vorm van een waarschuwing of een boeterapport. In sommige gevallen zelfs vernietiging van het eten. The temperature of these products are now too warm. You have to keep your products below 7 degrees. This product over here is about 23.8. Oh, so. It's not allowed to sell this. Er zit meestal 1 steentje ieder jaar bij die nieuw zijn en uit het buitenland komen en dan niet precies weten hoe de regels in Nederland zijn. Of zich gewoon niet kunnen voorstellen dat Nederland zo streng is. Meestal betekent dat het een klein steentje is en dat alles even weggegooid wordt. En de volgende dag doen ze het keurig volgens de regels. En dan staan ze de hele dag zelf met een thermometer in de rijst, zodat die echt weten dat die echt goed is. Zet je vuilniszakken altijd aan de straat in de Leidse binnenstad? Nou, vergeet dan niet dat dit vanaf vandaag niet meer kan. Vanaf vandaag worden namelijk de ondergrondse afvalcontainers in gebruik genomen. De gemeente hoopt dat door de ondergrondse afvalcontainers de gescheurde vuilniszakken uit het straatbeeld verdwijnen. In totaal zijn er 160 containers geplaatst. Bewoners hebben een speciale pas gekregen waarmee ze hun rommel in de containers kunnen dumpen. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag is gistermiddag een lange file ontstaan. Het waren geen winkellustige IKEA-klanten, maar vooral Turken op weg naar de stembus. Volgende week dan zijn de parlementsverkiezingen in Turkije. Maar Turken die hier wonen, die konden dit weekend al een stem uitbrengen. Dat deden 175.000 Turkse Nederlanders dit weekend in Rijswijk. Op 2 plekken in Nederland kan worden gestemd. Deventer en Rijswijk. In het bureau van Rijswijk staan 50 stembussen die we niet kunnen zien. Want binnen mag niet gefilmd worden. Check. Welk stembureaunummer had u? 47. Okay, want er zijn er 50. Ja, klopt. En er werd gezegd gisteren ook neem 8e, want die zijn minder druk. Vandaar. Veel jonge mensen die in Nederland zijn geboren, zien het als hun plicht om te stemmen. We zijn wel Turks, want we hebben 2 paspoorten, dus we hebben het recht om te stemmen. En ik vind het fijn dat we het ook in Nederland kunnen doen. Wij werken in 2 landen, maar onze hart, de ene kant blijft in Turkije en de andere kant ook eigenlijk hier. Dus het klopt 2 keer eigenlijk. Aan het eind van de middag ontstaan er zelfs files op de afrit Rijswijk. Het is het hele jaar feest op Scheveningen. De wijk Duindorp bestaat 100 jaar. Het werd zaterdag gevierd met een taptoe van drumbands. Nog steeds is de Haagse wijk aan de zuidkant van de haven van Scheveningen eigenlijk een dorp in een dorp in de stad. De stad Den Haag dus. Tussen 1915 en 1930 bouwt de stad Den Haag een nieuwe wijk voor de Scheveningers. Omdat het oude vissersdorp aan het verkrotten is. Het moeten grote, betaalbare huurwoningen zijn voor uitgeplaatste Scheveningers met grote gezinnen. Hoe bijzonder is het om in Duindorp te wonen? Hoe zou je dat kunnen omschrijven? Sociaal, vriendelijk als wat is, een lekband of zo, dat wordt gemaakt. Als we op vakantie gaan met de kinderen, dan ga ik hooguit 2 weken of 1 week. Maar dan ben ik altijd weer gauw blij als ik terug ben en dat ik de haven in het havenhoofd zie. En het strand. Gezellige mensen, ja, leuke. Ik ben een leuk buurtje dus. Duindorpen staan ook een beetje op zichzelf, hè? Ja. Ze zijn erg gesteld op hun eigen dorp en hun eigen mensen. Klopt, helemaal. Maar het is een dorp om, vind ik wel, om trots op te zijn.
ondanks de negativiteiten die je wel eens gehad hebt, maar ik denk dat je overal wel eens wat hebt. Voetbalclub VUK uit Den Haag is dringend toe aan nieuwe kleedkamers. Ze hebben al flink wat subsidie binnengekregen van de gemeente Den Haag en van Fonds 1818. Maar zelf hebben ze een unieke veiling georganiseerd met onder meer een pet met de handtekening van autocoureur Max Verstappen en een shirt met de handtekening van Louis van Gaal. Maar er is ook nog een pronkstuk, een gedragen shirt van Lionel Messi. Hier staat echt een pronkstuk. Dit is zo mooi. Dit is het shirt van Messi. Zijn DNA zit er nog in. Het is gedragen in de UEFA Supercup wedstrijd voor Barcelona tegen, daar gaan we, Shakhtar Donetsk. Ik denk als mensen weten dat het gedragen is en dat het ook niet gewassen is, dat het dan meer oplevert. Het schijnt toch Nivea. Maar hoe ruikt hij, Nicolette? Nou, hij ruikt niks. Hij gebruikt de hele lijn van Beckham. Niet alleen het shirt van Messi gaat onder de hamer, maar ook een unieke foto van Persie. We zitten dus al heel lang in de voetbalwereld, dus we hebben heel veel contacten met oud-spelers, met trainers, dus Dick Advocaat, Van Gaal. Ja, die hebben allemaal een steentje bijgedragen door een tenue te sturen. Want nieuwe kleedkamers bouwen, dat kost de club een hoop geld. De hele bouw kost al een aantal tonnen. 450 euro geboden, 450, 550. Op het ongewassen shirt van Messi wordt stevig geboden. 2x1450. Ja, de totale opbrengst van de veiling is ruim 14.000 euro. En dan nog de kranten van vandaag. We beginnen met het AD. 1 op de 4 werknemers is wel eens gepest door een collega. Ze geven aan buitengesloten en soms zelfs fysiek aangevallen te zijn. En bovendien wordt er flink geroddeld op de werkvloer. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Sociale Zaken. De gevolgen voor de slachtoffers zijn groot. Mensen krijgen lichamelijke en psychische problemen, zoals een angststoornis. En het leidt tot 4 miljoen extra verzuimdagen per jaar, berekende TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Om het pesten een halt toe te roepen, lanceert minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken vandaag een voorlichtingscampagne. En dan de Volkskrant. Tijdens de islamitische vastemaand Ramadan, die op 18 juni begint, zullen 45 imams uit Marokko in Nederland de gezonde islam uitdragen. Op deze manier denkt het contactorgaan Moslims en Overheid, CMO, dat in totaal 380 moskeeën in Nederland vertegenwoordigt, de radicalisering onder islamitische jongeren te kunnen tegengaan. CMO heeft eerder een beroep gedaan op Marokkaanse imams. Maar nooit eerder kwamen er tijdens de Ramadan zoveel naar Nederland. Trouw dan. De Partij van de Arbeid wil voorlopig niet van het statiegeld op plastic flessen af. Sterker nog, burgers moeten juist meer prikkels krijgen om afval terug te brengen naar de winkel. De regeringspartij wil dat mensen die gebruikte spullen en materialen retourneren worden beloond. Het moet lonen om bijvoorbeeld kapot speelgoed of kleding of kleine flesjes en blikjes terug te brengen naar de plekken waar het is gekocht, vindt de PvdA. Het doel is meer recycling en dus minder milieuvervuiling. Tot zover. Om 5:30 dan is er weer een nieuwe uitzending van het TV West Nieuws. Tot die tijd kunt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws via onze website, de app en via Facebook en Twitter natuurlijk. Of schakel in bij de collega's van 89.3 Radio West. Voor nu wens ik u een heel mooie dag. Dag.